Mag ik dat blaadje? En mag ik jou nou eens een heel goed advies geven? Nee hoor, dank je. Als jullie even wachten, dan stem ik het wel voor nu. Goedemiddag dames, meneer Heberle. Mag ik u een advies geven? Brenner. Ah, Witse. Wat? Nee, precies op schema. Nee, en er mag nou ook niks meer tussen komen. Wat? Volgende maand? Eens kijken. Ja, laten we zeggen in de week van 2 tot 8. Prima, tot dan, meneer Witse. Klootzak. Ja? De dokter, meneer. Dag, dokter. Goeiedag. Ik kan me niet herinneren dat ik ziek ben. Ik had u graag even willen spreken. U treft dat ik thuis ben. Gaat u zitten. Om met de deur in huis te vallen, meneer Brenner. Ik heb 2 van uw arbeiders onder behandeling wegens een zware aandoening aan de luchtwegen. Ik zal u niet vervelen met de diagnose, maar het staat bekend als chemische pneumonie. Wat wil u zeggen, dokter? Heel simpel. De arbeidsomstandigheden zijn zeer gevaarlijk. Bij dat lassen komen cadmiumgassen vrij en daar kun je mensen niet de hele dag aan blootstellen. Elke arbeider moet minstens een kwartier per uur luchten. Kwartier per uur? Weet u wel waar u het over heeft? Dat is 10 kwartier per arbeider. 2,5 uur per werkdag. Kom, kom. Dat kunt u niet menen. Dat meen ik wel. Ik heb 2 patiënten die zijn er zeer slecht aan toe. En op deze manier blijft dat niet bij die 2. Dit zijn de dagcontracten, dokter. Elke arbeider weet bij mij waarvoor hij tekent. 10 uur per dag, 1,5 uur schaften. Daar worden ze voor betaald. U heeft zich te houden aan de voorschriften van de arbeidsinspectie. Weet u wel wat hier gebouwd wordt? Een brug, man. Een brug die straks werk en welvaart zal opleveren. En weet u, beste meneer de dokter, wat er zal gebeuren als die brug niet op tijd klaar is? Mensenlevens lijken me belangrijker. Op, man. Als u dit niet verandert, ben ik verplicht het aan te geven. Meneer Dink, luister eens. Kun je het toch niet menen, man? Zijn contracten gesloten. Hoeveel moet je hebben? Zoveel verdien je niet in dit gat. Kom op, 5. 10. Kom, doktertje. Iedereen weet dat je schoonpapa die praktijk heeft gekocht. 15. Ik verwacht dat u de arbeidsomstandigheden zult veranderen, meneer Brenner. Goedemiddag. Weet je zeker dat je niks meer wil? Echt. Iets anders? Nee, echt niet. Ik ben benieuwd wat hij zal zeggen. Kijk eens wie er is. Dokter Oldenzaal. Dag, Anton. Hoe maakt u het? Heel goed, dank je. Ik heb dokter Oldenzaal uitgenodigd. Zo. Ze heeft een belangrijke ontdekking gedaan over Rosemarieke. Ja. Volgens Rut wordt haar situatie veroorzaakt door een traumatische ervaring uit haar jeugd. Daar hadden we al een vermoeden van, ja.
Maar weet je ook wat dat betekent? Dat er stukje bij beetje verbetering mogelijk is. Maar ook dat het niet erfelijk is. Wat? Meerdink? Ja, die is er. Ja, je moeder. Neem me niet kwalijk. Dag, mam, hoe is het? Nee, hoor. Is het goed als ik u vanavond terugbel? We hebben bezoek. Nee. Anton, ik moet je spreken. Het is niet waar. Wat is dit? Het is gewoon druk. Ik moest wel. Nou, mam, dan maken we toch een afspraak. Ja, ja. Wat in godsnaam. Dinsdagavond. Ja, lijkt me leuk. Mam, ik ga niet weg voordat ik je onder vier ogen gesproken heb, Anton. Goed. Dag, mam. Ouders. Maar dat betekent dus dat Rosemarieke een normaal kind kan krijgen. Loes. Er is nog iets. Bert, wij hebben besloten haar kind te adopteren. Jullie gaan het kind adopteren? Ja. Wij kunnen zelf geen kinderen krijgen. Ik zou graag nog wat gegevens van de patiëntenkaart van Rosemarieke willen hebben. Kan ik die van je krijgen? Ja, natuurlijk. Ik loop wel even mee. Hoeft niet hoor. Blijf je niet eten? Nee, dank je. Je moest eens weten hoe gelukkig je ons maakt. Oh, ik doe alleen mijn werk. Kijk eens. Tot ziens. Over 598 gemeenten. Kas wat harder! 3.283.520 stemmen. De uitslagen zijn als volgt. De Rooms-Katholieke Staatspartij 602.535. Bijna 30%. De RKSP. Koppen dicht! De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 424.223. Ruim 20%. De SDAP verliest.